Oké, we zijn vertrokken. Vandaag een filmpje over het dragen van uw materiaal, van uw fotomateriaal. Dus zoals ik eerder al gezegd heb, fotografie is grotendeels buiten komen en fotograferen. Nu, om buiten te komen met uw materiaal is het altijd handig om aan de ene kant draagtassen te hebben. Die tassen, daar kom ik later nog op terug. Waar dat je dan eventueel lenzen en dergelijke kan in verplaatsen. Maar als je het hebt over camera's, dan heb je die graag direct binnen bereik. En je zal ook zien dat professionele fotografen over het algemeen twee camerabodies op hun lichaam dragen. Dus dat heeft als voordeel dat ze aan de ene kant twee verschillende lenzen kunnen monteren en gewoon door van camera te wisselen die andere lens kunnen gebruiken zonder dat ze moeten de lens loskoppelen en een andere lens bevestigen op dezelfde body. Naast het in de hand hebben van twee lenzen is het natuurlijk ook het voordeel dat als één van de twee bodies een stuk gaat of op een bepaald moment niet meer wil functioneren, dan is het heel handig dat ze nog die andere body kunnen blijven gebruiken om op dat moment toch nog foto's te kunnen nemen voor een klant die betaalt om foto's te hebben. Dus dat zijn de twee voornaamste redenen om twee camera's mee te hebben. Ik heb twee camera's mee over het algemeen, omdat ik zowel analoog als digitaal werk. Het is nu bijvoorbeeld een Nikon Event camera, waarmee ik een makkelijke filmpje kan laden. En dit is een Nikon D610 digitale camera. De lenzen die hierop gemonteerd zijn, die kan ik ook uitwisselen. Dus naast het feit dat ik dan op die manier twee camerabodies mee heb, één analoog en digitaal, heb ik ook altijd twee lenzen met een handbereik. Nu, de meest voor de hand liggende manier om een camera bij u te nemen is met een draagriem, zoals deze. Dat is dus gewoon een lus die over uw hals gaat. En die riemen worden ook over het algemeen geleverd bij de body zelf als je de camera aanschaft, met een markering van het merk meestal op in de nek. Nu, dit exemplaar is wel een exemplaar die ik afzonderlijk gekocht heb. Op dit moment zijn de meeste van de producten die ik vandaag ga bespreken zijn van Peak Design. Peak Design is een bedrijfje wat via Kickstarter begonnen is met een heel interessant concept. Dat zal ik vandaag ook uitleggen nu. Ik ben er zeker van, ik spreek nu van Peak Design. Ik ben niet gesponsord door Peak Design, maar ik ben er zeker van dat er ook andere producten zijn of andere merken zijn van, die vergelijkbare producten leveren. Nu terug naar de draagriem. Dus deze riem, je ziet dat die vrij breed is. Die is breder dan de standaardriem die geleverd wordt bij deze camera. Het is zelfs zo dat de kwaliteit van de standaardriemen sterk achteruit gaan. Dus de D40, een camera die ik destijds voor denk ik 300-400 euro gekocht heb, had een betere draagriem dan deze D610, die 3-4 keer die een pak duurder was in aanschaf. Ik zal het zo formuleren. Nu, dat is een van de redenen om zelf een draagriem aan te schaffen. Daarnaast, dus hoe breder, hoe beter het gewicht verdeeld wordt. Dus hoe minder je last krijgt van het dragen. En je kan die zo dragen, waarbij je gemakkelijk foto's kunt nemen. Je kan die ook achter je dragen, waarbij dat die wat stabieler op je lichaam blijft. En je kan nog altijd snel de camera ter hand nemen. Nu, wat is er speciaal aan deze Peak Design draagriem? Dus aan de ene kant is het breder, dus die verdeelt het gewicht beter. Die heeft hier ook lussen. Dat zijn metalen beugels waarop iets gemonteerd kan worden. Die is gemakkelijk verstelbaar in lengte. Dus die kan ik hier heel eenvoudig in lengte verstellen. Terwijl de standaardriemen, die zijn hieraan gekoppeld. En die kun je aan het dunne deel van de... Dus het bredere deel is een vast gedeelte. En het dunnere gedeelte, daar kan je wel met van die schuivertjes zoals dat er hierop zitten, kan je die wel verplaatsen. Maar dat is minder snel verplaatst dan deze riem. Dus deze riem is gemakkelijk verstelbaar. En nog een zeer groot voordeel van deze Peak Design riem. Ik zal producten links in de commentaren plaatsen. Je kan deze loskoppelen. Dus je kan gewoon die dingen losmaken. En dan heb je aan de body zelf hangt dan enkel nog deze lusjes met een rondje aan. En hieraan kun je andere producten van Peak Design koppelen. Dus je hebt aan de ene kant deze halsriem, maar je hebt ook bijvoorbeeld polsbandjes zoals deze. Dat is een heel eenvoudig exemplaar. Dat kan je rond je pols dragen. Wel,
om goed te zijn. Draag het aan de andere pols, dus die kun je rond je pols dragen en die kan je even goed hier aan die lussen koppelen. Zo heb je heel eenvoudig gewisseld naar een polsbandje. Dus dat is een groot voordeel van Peak Design. Een ander voordeel is dat ze naast draagriemen ook andere draagoplossingen hebben. Nu, deze kan je sowieso al, je kan die zo dragen. Maar je hebt ook systemen om deze kant hier aan te koppelen. En sommigen hebben, als je een zware lens hebt, is het soms makkelijker om in plaats van de andere kant hier te koppelen, de andere kant hier te koppelen. En dan draagt de body makkelijker opzij aan je lichaam. Nu over andere oplossingen gesproken. Even terug deze vasthangen. Dus dan hang ik die terug op mijn rug. Deze hang ik ook even terug. Dan hebben we het over de andere camera. Je ziet, dit is een rugzak die ik momenteel aan heb. Dat is een simpele rugzak om te stappen. Op de draagriemen van die rugzak kun je clips monteren. Deze clips zijn ook van Peak Design. En in die clips kun je een camera met statiefkoppeling. De statiefkoppeling is hetgeen wat hier onderaan bevestigd wordt. Dus dat wordt normaal gebruikt om je toestel in een statief gemakkelijk vast te zetten en te los te maken. Deze statiefkoppeling is een speciale koppeling van Peak Design. En die past, deze past nu niet in het statief. Maar je zult zien, ik heb ook andere die wel in de statiefkoppeling passen. Deze past enkel in de houders van Peak Design. Dit is een voorbeeld wat rond banden kan gemonteerd worden. Dat kan een band zijn zoals bij een rugzak. Maar dat kan heel goed een tas zijn. Stel dat dit de draagriem was van een tas, dan zou ik dit systeem even goed hierop kunnen bevestigen en mijn camera hierop monteren. Dus hoe werkt het? Je hebt hier de koppeling en die schuif je daar gewoon in. En zo hangt die vast. Die kan je niet zomaar losmaken. Je kan die ook verstellen trouwens. Zodat die ook na slijtage nog goed blijft vastzitten. Dat geeft aan dat ze bij Peak Design echt wel moeite doen om hun producten goed te ontwikkelen. Nu, die zit vast. Je kan die via een knop. Hier kan je die losmaken en dan kan je die losschuiven. En kan je foto's nemen. Dus heel gemakkelijk. En ook heel... ik heb hem nu te vastgezet. Heel gemakkelijk en ook heel stevig en veilig. Je kan zelf... Dit is de koppeling, wacht. Dit is het systeem wat ontkoppelt. Als je hierop duwt, ontkoppel je dus de camera. Dit kan je ook vastzetten. Dus met een systeem dat als je hier aan draait, zo, dan kan je die niet meer induwen. Dus zo is die beveiligd ook. Dat systeem werd zodanig goed dat ik zelf al met rugzak en met camera... Deze camera met de zware lens hier vastgekoppeld op de motorfiets bijvoorbeeld heb rondgereden. Waarbij de camera gewoon in de wind hangt, maar goed stevig vasthangt. Om dan gemakkelijk op locatie te kunnen stoppen. Los te koppelen zonder afstappen zelf en een foto te nemen. Nu, wat kan ik daar nog over vertellen? Dus ik zet deze even aan de kant. Ja, dus zoals ik zei, deze koppeling is een speciale koppeling van... dat is de eenvoudigste koppeling van Peak Design. Op deze body zit een iets geavanceerdere koppeling. Die heeft een iets andere vorm. Dus die andere had daarnet, was volledig vierkant. En dat betekent, de vierkanten kun je zowel zo monteren als zo monteren in deze koppeling. In deze koppeling kom ik ook nog op terug. Die kan je aan deze riem hangen. Aan een schouderriem. Maar ook perfect aan... een broekriem bijvoorbeeld. En dan is het handig dat je in plaats van je camera zo te monteren, want dan gaat de beugel wordt dan dus zo gedragen en dan wil je je toestel meestal zo er kunnen inschuiven. Dus dan is het belangrijk dat je de vierkante statiefkoppeling hebt. Deze koppeling is rechthoekig en kun je aanpassen via klein blokjes die hier gemonteerd worden, onder en boven. En dan past deze koppeling, dan komt dat eigenlijk van vorm grotendeels overeen met deze koppeling. En deze koppeling is een koppeling die bij de Manfrotto statiefkoppelingen hoort. Dus die kan ik daarin klikken en losmaken. Dus via de schroef hier wordt dat onderaan in de body gedraaid. Nu, omdat deze via die
kleine verstaanbare stukjes dezelfde vorm heeft als de andere, kan ik deze nu ook perfect in deze statiefkoppeling plaatsen. Ik ben nu omgekeerd aan het werken, maar ja, het is gelukt. Dus nu zit deze ook vast op. Ja, hij zit niet volledig vast, ik heb hem nog niet volledig vast. Nu zit deze ook vast op statief. En naast het vastzetten op statief kan ik hem ook gebruiken om in de Peak Design Houder te klikken. En dan zie je, het is wel zo, het werkt goed. Eens afgesteld werkt het goed per koppeling. Dus als je meerdere koppelingen hebt, is het waarschijnlijk wel zo dat je ze iets losser moet vaststellen. Dus met deze schroef kan je de breedte van dit systeem instellen, waardoor dit stevig vast zit. Kijk, maar nu bijvoorbeeld staat het iets te vast en krijg ik hem niet meer goed in en uit. Terwijl bij die andere kreeg ik hem er dan wel nog goed in en uit. Dus dat is een beetje afhankelijk van de koppeling. Dus mogelijk moet je wat speling laten. Nu, ik zal deze voor het gemak even hier op het statief terugplaatsen. Het is een klein beetje moeilijk omdat ik van vooraf werk. Normaal sta je achter het statief en plaats je zo de body in het statief. Ik wil hem natuurlijk niet verkeerd plaatsen, dat straks alles op de grond ligt. Maar goed, die staat erop. Dan gaan we terug naar de clips. Dus deze clips. Zoals ik al zei, kan die clips zo dragen op een riem van een rugzak, een tas. Maar ik kan die ook, dus ik kan die gewoon gemakkelijk losmaken. Dat zijn eigenlijk twee klemmen. Dit is geloof ik de Pro-versie. Ik heb ook de gewone versie, die heb ik hier nu niet direct bij. Maar het verschil, in principe als je... Ik zal straks de verschillen eens overlopen, maar kijk, dat is het systeem. Dus je hebt twee schijven die over elkaar gaan. Hier loopt de riem tussen. En deze twee kun je dan aandraaien om te verstevigen. Nu, dit is toch de gewone blijkbaar. De gewone is vol achteraan. En er zit een koppeling bij, zoals op de Nikon FM gemonteerd was, die je zowel links als rechts kunt erin schuiven, dus de vierkante koppeling, die niet adapteerbaar is voor een statiefkoppeling. Nu, dus deze kan ik gemakkelijk onder mijn riem schuiven. Ik doe het dicht, ik draai deze aan en dan kan mijn bodycamera, de body van mijn camera kan ik er dan zo inschuiven, losmaken en terug uitschuiven. Hier was hij zo gemonteerd dat ik hem zo erin kan schuiven, induwen en er terug uitschuiven naar boven. Dus je kan altijd maar in één richting in- en uitschuiven. Nu kan ik er nog over vertellen. Je hebt sowieso, als je dus de... Dit is de eenvoudigste versie van de twee, de niet-pro. Dan heb je... Wat krijg je in dat systeem? Dat was nu denk ik wel... Ja, dus deze was de... De niet-pro. En je krijgt daarbij dus enerzijds dit, een handig draag, een zakje om bij je te nemen, om te dragen. En de vierkante koppeling. En je kan ook deze stukjes, dus dit zijn in feite zijn dit gewoon schroeven, met een speciaal kopje op. Er zijn ook dergelijke schroeven bijgeleverd die iets langer zijn, voor het geval dat je dus meer speling nodig hebt tussen die twee elementen voor te monteren op dikkere banden. Of beter zeg, dikkere draagriemen. Dus dit was om los te maken en dat kun je vergrendelen. Als je ermee op de fiets of op de motor gaat, zou ik zeker aanraden om dit te vergrendelen, dat er zeker niks gebeurt. Zie ook altijd dat u statiefkoppeling, dus dat is gewoon een schroef die onderaan de body wordt vastgeschroefd. Dubbel check ook altijd dat die zeker vast goed vastgedraaid is. Dan naast deze versie heb je ook de Pro-versie. Het verschil met de Pro-versie is dat de Pro-versie heeft deze achterplaat, heeft meer uitsparing zoals deze uitsparing en heeft op zich ook een opening waarin dat een schroef van een statief kan bevestigd worden. Dus dan kan je eigenlijk hierop ook dergelijke plaatjes vastdraaien, waardoor dat je heel dit systeem op je statief kunt koppelen en dan in feite je camera zo kan bevestigen. Dus dat is een alternatief voor de plaatjes die aangepast zijn voor Manfrotto bijvoorbeeld. In de plaats van die plaatjes aan te passen naar zo'n plaatjes, kan je ook dit plaatje hierop monteren
en de gewone plaatjes hierop gebruiken, waarbij dat dit dan op uw statief gaat. Zeker ook een goede optie. En dan vooral omdat deze plaatjes worden geleverd bij je statief. En als je een statief hebt van een ander merk dan Manfrotto, ik geloof dat de Peak Design plaatjes zijn aanpasbaar voor twee merken, Manfrotto. En ik ben nu even het andere merk kwijt. Maar als je een statief hebt van een totaal ander merk, waarbij dat plaatje niet adapteerbaar is, dan is het handig om de Pro-versie te kopen om toch je camera op statief te kunnen koppelen. Dus dan denk ik dat we voor het dragen van fototoestellen, of toch de manier waarop ik fototoestellen bij mij draag als ik op stap ga, als ik buiten ga wandelen en foto's neem, dan is vooral de gewone draagriem, zoals hier, en deze koppelingen zijn mijn grootste hulpmiddel op dat moment. En zoals je ziet, is op zich een heel eenvoudig product. Zoals ik zei, is het via Kickstarter tot leven gekomen. Dus het heet de Peak Design Capture. Dit is de gewone Capture. En je hebt ook de Capture Pro. En dit is even goed van Peak Design. Je kan het op de website, kan je het zeker vinden. Ik zal een link plaatsen, dus in de omschrijving. Oké, bedankt voor jullie aandacht en tot het volgende filmpje.